Dit is Langstraat TV, uw regio in beeld en geluid. Tweede Pinksterdag en is meestal in Dongen verrassend Dongen. Er zijn zo'n 24 locaties waar je naar kunt gaan kijken. Je kunt kijken of proeven. Het is niet alleen in Dongen, maar Schravenmoer en Klein Dongenvaart. En het thema is verrassende geheimen. Nu zijn we bij Van der Mosselaar Miniaturen en Brommers. En wat dat dan meer zal zijn, geen idee. We gaan even kijken. U bent dus de trotse eigenaar van dit mooie museum. Ja, ik ben de eigenaar van het hele museum. En de modellen die je hier ziet, die heb ik in de loop van de 50 jaren bij elkaar verzameld. En waarom auto's of brommers of wat? Ja, ik denk dat dat van huis uit heb ik altijd in de auto's gezeten. Ja. En doordat ik dus begonnen ben met bepaalde blikken modellen die achterin staan. Die modellen die heb ik dus al te vroeger bij het oude papier en het oude ijzer gevonden. Mm. Daar ik mee begonnen ben. En daar is eigenlijk de kick mee begonnen. Dat je dus het blikken speelgoed meebracht en begon te verzamelen. En in die tijd is dat uitgegroeid naar de collectie die je nou ziet. En heb je enig idee hoeveel stuks er hier zijn? Ik heb ze eigenlijk nooit geteld. Maar er zijn mensen bij die hebben wel eens een teller geweest en die zaten al onder 10.000. Dus ja. En weet je nog wat het allereerste autootje was? Dat zou ik niet kunnen zeggen, maar het is in ieder geval iets van een blikautootje. Achter tegen de achterkant aan, daar sta je blikje. En wat is het meest bijzondere? Mijn vrouw, want die heb ik 53 jaar. Nou, dan komen we hier bij de tractoren. Ja. Dat is ook weer een bijzondere verzameling. En die heb ik in verscheidenheid staan, daar vinden heel weinig mensen in. Die zo'n verscheidenheid van modellen hebben staan. Waar is dat bijvoorbeeld? De John Deere, hier bij de Farmal. Daar staan allemaal exclusieve modellen bij. En daar ben ik dus in de loop van de jaren achtergekomen. Doordat de mensen dan hier komen kijken en zeggen. Hé, hoe komt dan die modellen? Waar hebben die modellen gehaald? En dan komt automatisch erachter dat je toch wel bijzondere modellen hebt staan. En moet je ze altijd kopen of krijg je ze van een fabrikant? Nee, ik heb het motto al wat er staat. Want wat je hier ziet, de modellen, die komen allemaal uit Amerika. Oh. En die koop ik rechtstreeks van de fabriek. Dus, en dan krijg je een verscheidenheid van super aparte modellen, want een exclusief wordt net zo goed naar jou toegestuurd als een gewoon model. En dan krijg je dus een collectie die je zegt op een gegeven moment, hey, dat is leuk, maar kopen moet alles. En wat kost dan bijvoorbeeld zo eentje? Die lopen rond de 50, 60 euro. Oh, netjes. Daar staan er bij van 250 euro. Daar staan er bij van 25 euro. Ja, dat is allemaal te doen. Alleen de bepaalde modellen die zijn in de loop van de tijd toch wel leuk in prijs gestegen. Mm-hmm. Verkoopt ze zelf ook weer? Nee, deze niet. Nee. Ik verkoop uit de kast helemaal niks. Ik heb al regelmatig dat ik van mensen een hoeveelheid koop die vader overleden is of stoppen met de collectie. En dan koop ik de hele collectie op en die doe ik dan weer doorverkopen. Dit is wel wat anders dan die kleine auto. Ja, hier zie je de originele brommers van de 50, 60 jaren. En in een goede conditie. Benzine erin en met wegrijden. Nog? Ja, ze zijn allemaal loopbaar. En allemaal in een goede doen. Dus, hoe kom je daar dan weer aan? Ja, dat doe ik ook al 40 jaar. En dat is eigenlijk begonnen vroeger. Een brommerke uit Alwijzer. En dat bewaarde je dan. En toen had ik op een gegeven moment de 50 oude schrootbrommers staan.
En die moesten gerestaureerd worden. Ik denk, maar dat is de weg niet. En die heb ik in de loop van de jaren heb ik die brommers gerolen tegen veranderen. Ja. Ja, en dan begint er een collectie te ontstaan van de 250, 300 stuks. Hè. En nu heb ik het motto, eet waar gaar is en koop waar klaar is. Dus ik hoef er niks aan te doen als te poetsen. Ja, 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 ja. En dat werkt goed. En dan hebben we hier weer eigenlijk een nieuwe ziekte. Hè. Noem je het zelf zo? Ja, 3 jaar geleden begonnen. Toen had ik er niet eentje, 3 jaar geleden. En nu staan er 125. En aan deze kant zien we dus eigenlijk de trappotietjes van 2000 tot nu toe. Mm-hmm. Maar allemaal ijzer, want je hebt tegenwoordig heel veel kunststof. Ja. Aan de andere kant zie je dus de trappoto's van de 60 jaren. 50, 60 jaar. Onder andere hier hebben Daffy's 33 staan. Dat is heel bijzonder. Want iemand die dus zo'n autootje heeft, die zegt, ja, maar dat doe ik niet weg. En die bewaren ze. Want er zit meestal bij de liefhebbers, die ook de echte Daffy's hebben. En dan kunnen ze een autootje niet kopen. Maar dan begin ik ernaar te zoeken. En nou heb ik er 2. En ondertussen heb ik er daar weer 2 klaarleggen die ik ook weer moet restaureren. En nou heb ik er al 4 als het ware. Dus verveling kent u niet? Nee. Wat dat betreft, het is gewoon een heel leuke bezigheid. Och, ik zie daar nog benzinepompen. En dan hebben we daar nog een echte oude verwetse gulfpompstationnetje van de 50 jaren. En dat heeft in Tilburg bij de hefbrug gestaan op de Ouwenbossenweg. En dan gaat het wel aankleden met spulletjes. Driewielige tempootjes die erbij staan. Daar hebben wij vroeger als autootje mee gereden om oud papier en oud ijzer op te halen. Dit ben ik pas 3 jaar mee bezig. Wat wil je nu nog meer? Nou, tot heden toe niet meer. Maar jij zegt nood. Want ik ben nou weer echt met trappootjes aan de gang. Dat vind ik weer heel interessant. Ja, ja, ja. En dat is ook weer een heel aparte wereld. Het is een heel andere wereld als brommers en miniatuurs. Nou, we wensen jullie nog heel veel verzamelwoede toe, ja, toch? Ja, ja, dankjewel. En, dankjewel. Veel plezier nog. Tot ziens. Kom goed. We zijn nu in de molen en je bent verkleed. Ik ben gekleed in een molen overal. Ja, en waarom is dat? Wat is je werk voor vandaag? Ik ben vandaag aan het verkopen, meel aan het verkopen. En, dan van alles, hè. Speldmeel, tarwemeel, mixen, pizzabodemmix, appeltaartmix. Ja, een hele handkar vol met allerlei mixen en tarwevlokken, noem maar op. Dus u bent al vaak de enge trapje op geweest? Ja, al heel vaak. Ik ben al zo'n stukje kleiner geworden. Want je loopt, als je helemaal naar de kap gaat, dan loop je 6 trappen op. Ja. En dan, wat vergeten. Dan ben je weer naar beneden. En dan moet je nog een keer 6 trappen op. Dus, en is het druk vandaag? Het is heel druk. Ja, het is echt heel, heel gezellig druk. Ja, ja. Welkom op Korenmolen Koningin Wilhelmina. Koningin Wilhelmina is gebouwd in 1893. Van oorsprong is het een schors- en korenmolen. Schors werd gemalen voor de leerindustrie. Dat was eikenhout waar dus heel fijn materiaal van werd gemaakt om looizuur te produceren. Daarnaast werd er dus koren gemalen. Op een gegeven moment is dat schors is een beetje door chemische producten vervangen. En toen is het hoofdzakelijk korenmolen geworden. Vlak na de oorlog is hij dus lang uit het bedrijf geweest. En in de jaren 80 is er eigenlijk weer door Henk Deemoed is daar leven in de brouwerij gekomen door dus weer te gaan malen. De molen heeft in molenstenen gekregen. En Henk die is tot de dag van vandaag maalt hij nog steeds. Henk leidt ook leerlingen op. Ferdinand is één van. Ik ben ook ooit leerling geweest op deze molen. Verder is het zo dat er komt steeds meer animo om te draaien, maar we hebben ook veel molenaars nodig.
Dus het is eigenlijk de bedoeling dat we jonge mensen enthousiast maken om het vak van molenaar te maken. Het ambacht van molenaar is niet iets wat je zomaar leert. Daar zit een behoorlijke opleiding aan vast. En het is eigenlijk een ontzettend leuke hobby en een ontzettend leuke opleiding om te doen. Ik ben nu zelf 9 maanden bezig met de opleiding. Henk Deemoet is mijn opleider. En ook op deze molen ben ik iedere week te vinden om gewoon de verschillende kneepjes van het vak te leren. En dat is echt heel erg leuk om te doen. Dag meneer, hoe is uw naam? Wilkop Jansen. Wilkop Jansen. En wij zijn nu bij Lisboa in Schavemoer. Wat is het? Waar zijn we terechtgekomen? Ik vind Lisboa, dat is eigenlijk een vergeten pareltje. Het is een hele oude boomgaard die al 100 jaar bestaat. En ik vind het gewoon leuk om dat zo lang mogelijk in stand te houden. Mm-hmm. Dus er staan hoogstandbomen, we hebben een wijngaard. Dat is uw werk ook? Daar hou ik me mee bezig. Het is niet bepaald winstgevend, dus zo moet je het niet zien. Maar ik ben van de straat. Maar ik vind het gewoon leuk om in de natuur te werken. En ik ben er natuurlijk ook al een beetje op leeftijd. Dus zo kan ik mooi afbouwen eigenlijk een beetje. En die vruchten die... Verkoopt u hier die aan huis? Die hier aan huis, ja. Oh. Dus we hebben 10 verschillende appelsoorten en iets van 12 verschillende perensoorten. Echt? Dus variatie volop, hè, natuurlijk. En elke dag kunnen hier mensen komen kopen? Vanaf nu gaan de kersen dus beginnen, maar die hebben we niet zo gek veel van het jaar. Maar dan krijg je over 2 weken de pruimentijd, die hebben we volop, want het is een heel goed pruimenjaar. Ja. En dan over 1,5 maand, 2 maand komen de appels en de peren komen eraan. Dus, ik wist helemaal niet dat hij hier allemaal was. Ja, dat is echt een van de laatste boomgaarden nog van Schavemoer, dus dat is wel heel leuk. Nou, we zien hier aan de rechterkant, dat is de kersenboomgaard. Oh ja. Daar moeten dus netten overheen, want de vogels die zijn nog eerder eigenlijk als ik eigenlijk. Dus die vinden het ook lekker. Ja. En daar hebben we nog, daar zien we wat morellenbomen. Dat is de zure kers is dat. En die is heel lekker in brandewijn is dat. Een delicatesse. En heeft u ook vrijwilligers die u komen helpen? Nee, niet zoals de nonnen in Oosterhout. Die hebben de 600 en ik ben helemaal alleen. Och. Maar goed, tandje erbij, dan komt het ook wel goed. Sap ergens van? Ja, appelsap. Maar we brengen onze appels naar Schulp en die maakt er appelsap en perensap van. Okay. En voor de stroop hebben we een adres gevonden in België. Die doet nog op ambachtelijke wijze doet hij stroop maken. Ook heel lekker. En wat ook wel leuk is, hier staan nog 2 hele oude suikerperen. Die zijn bijna 100 jaar oud. En waar zijn die suikerperen voor aangeplant? Die zijn altijd ietsje eerder rijp als de gewone peren. En die zorgen er eigenlijk voor dat alle vogels hiervan eten en dat ze de conferansperen en de doyenne de commies met rust laten. Dus ik heb weinig vraat. Dit is de foto van 70 jaar geleden van het achterkant van het huis. Dus toen waren ze al bezig met bessen te plukken en al dat soort dingen. Mooi, hè? En het is ook lekker druk vandaag. Het loopt hartstikke goed. Ja hoor. Nee, het loopt hartstikke goed. Dus, ga afsluiten. Nog heel veel tuinplezier toegewenst. Dankjewel. Hoi, ik ben Frank Wouters, biersommelier van Opener. En vandaag hebben we onze open dag. Wij sluiten aan bij Verrassend Dongen en vandaag laten we de geheimen van onze brouwerij zien. En je kunt bij ons een rondleiding krijgen door de brouwerij. Rob is ook biersommelier, net als ik. En samen maken wij de Opener bieren. We hebben vandaag 10 Opener bieren beschikbaar en die kunnen mensen proeven. Nou, vandaag leggen we uit over het brouwproces. Rob is daar al over bezig. En het brouwproces begint bij het schoten van graan. Daarachter rechtsboven staat onze schrootmolen. Die plet de granen. En vervolgens worden de granen in deze ketel gedaan. In deze ketel gaan wij de zetmeel die in die graankorrel zit omzetten naar suikers.
Nou, dat duurt 1,5 uur. Als je erin kijkt, zie je ook de granen al rondgepompt worden. En we zijn nu suikers aan het maken. Dit wordt een donker bier. En vervolgens wordt in de ketel rechts daarvan gaan wij die graankorrels gaan wij filteren van de vloeistof. En dat filterproces dat zorgt ervoor dat het bier weer helder wordt. Nou, vervolgens pompen we het weer terug in deze ketel en dan gaan we het koken. Dan voegen we hop toe, kruiden en eventueel vruchten. En na 1,5 uur hebben wij daar de smaak, geur en aroma uit die ingrediënten getrokken. En is het bier houdbaar geworden. Gaan we het weer terug naar die ketel pompen. Daar hebben we alle borstel uitgehaald. Dat is het afvalproduct van graan. En daar gaan wij die hopdeeltjes uitfilteren. En vervolgens koelen wij het bier af. Dat doen we in de dubbele wand van deze ketel. En gaan we het naar de vergistingstank halen. En deze vergistingstank, daar zit het bier 4 weken in. En dan gaat de gist gaat van de suikers die wij hier gemaakt hebben, gaat daar alcohol en koolzuur maken. En na 4 weken hebben wij drinkbaar bier. En gaan wij het vanuit deze ketel in het bottelapparaat doen. En het bottelapparaat, daarmee kunnen wij 1500 flesjes, dat is ongeveer wat wij per brouwsel maken, afvullen in deze 33 centiliter flesjes. En dat is het proces waar we met 3 personen 6 uur mee bezig zijn. En dat is het lekker arbeidsintensief, maar wel heel leuk en kleinschalig. En na zo'n 4 tot 6 weken hebben wij weer een nieuw bier op de markt. Zo, nou, ik ben 7 jaar geleden begonnen met bier maken. Proeverijen doen, de kennis van bier opdoen om die ook te verkondigen aan andere mensen. En zo ben ik op het idee van openen gekomen. En eind 2017 hebben we de mogelijkheid gehad om deze locatie om te zetten naar een bierbrouwerij met proeflokaal en recreatieterrein. We wilden graag ook een stukje activiteit kunnen aanbieden, want dan verdien je dat biertje extra. En smaakt het ook nog eens lekkerder. En zo hebben wij een totaalconcept weten te maken wat onze passie voor bier en recreatie vertegenwoordigt op een landelijke omgeving net op de rand van Dongen.